Maar nog 5 uur neemt ook. Ja, gaan we meteen klaar proberen te zetten, jongens. Yes, mensen, super tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Bjorn. En in deze video heb ik een winkeloverval met gijzeling voor jullie klaarstaan, die uitloopt op een achtervolging. Ja, het is gewoon een overvalletje. Ik ga in gesprek met de verdachte. Ik ga een plannetje maken met mijn collega's. En uiteindelijk wordt het een achtervolging. Verder gaan jullie wel zien hoe het allemaal loopt. Het is een leuk incidentje, leuk roleplay videootje. Dus vergeet zeker even niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet ook zeker niet hier beneden te abonneren, dat is heel gratis. En dan blijf je ook gewoon lekker op de hoogte van mijn kanaaltje als je lekker abonneert. Dus dat. Dan gaan we nu lekker starten met de video. Veel kijkplezier. Oh, we hebben een winkeloverval. Dus ik weet niet of deze poppenkast nog lang duurt hier, maar... Ga ik zelf handhaven hier. Ja, is goed, doe maar. Ik wil geld, vrienden. Ik ben echt heel dichtbij. Hallo, ik wil geld. Hallo. Waarom heb je mijn auto al ver gereden dan? Waarom heb je dat gedaan dan? Nou, die van hem, auto. De 42.06 en 42.06 daarover. Ik zal even een lep papier opstellen. Pakte mijn auto en rijdt ook maar richting de overval. Ik sta 500 meter van de overval vandaan, dus ik ga straks de tweede kant op over. Als je dan mag gewoon niet deze auto rijden. Anno, hij niet beschikbaar van in verband met ongeluk. Ja, maar je hebt ook 3 man aangereden. Zester staat ze 2 winkelvallen. Doe dit niet. Ik heb hier geen zin in. Ik ga terug naar huis. Ja, 42.06 status 3 winkelovervals, staat 1 voertuig voor het pand. En het gaat om een gijzelingssituatie, wat volgens mij voor ons de protocollen niet kan horen. 0106? Nee. Geen bericht over. Als een minuutje rekt, dan komt de 0-1 er ook aan. Ja, schort over. Hey maat! Help! Wat is hier de situatie? Kan jij me dat even duidelijk vertellen? Meneer, wat is uw huidige locatie? Ik sta op AB boven, over. Hey meneer, kunt u mij horen met de helm op? Meneer, wapen weg, anders gaat hij dood. Ja, wat denk jij? Doe jij je wapen ook even weg dan? Dat is misschien wat handiger, hè? Nog 1 keer, anders gaat hij dood. Even, we gaan even terug naar zakelijk gesprek. Jij doet nu even jouw mesje weg, dan doe ik mijn wapen even weg. Dat praat iets makkelijker. Nee, ook een stukje knippen. De deur open. Meneer, wapen weg. Ja, hey, als jij je mes even weg doet. Nee, zeker niet. Gaan we wel doen, anders ga ik ook mijn wapen niet wegdoen. Er zijn vuurwapens op je gericht. Nee, even de achterbeweging en er is de kogel in je knieschijf. Er is vuurwapen op je gericht. Als u dat wapen niet doet, is deze hostage dood. Ja, hey, in ieder geval, met hoeveel personen zijn jullie daar? Ik ben in mijn eentje, meneer. In je eentje, oké. In je eentje. En wat wil je precies? Ik wil vrije doorgang, meneer. Vrije doorgang, oké. Ik wil rijden in de winkel. Ik wil ook geen spijkermatten. Geen spijkermatten, oké, die hebben we niet, dus dat scheelt. Mooi. Oké, in ieder geval, ik heb mijn wapen omlaag. Doe jij de mensen even omlaag dan? 0106. Goed zo. Geef bericht over. Gaat om de winkel bij de ANWB, toch? Ja, positief de oude Ippertijn over. Ippertijn? Dat gooit over. Ik heb in ieder geval hier 1 gijzelingssituatie. 1 gegijzelde en 1 overvaller. Die wil graag een vrije doorgang. Ik ben met hem in gesprek over een eventuele deal over. Doe maar niks aan. Wat is vernomen? Als er nou rustig meewerkt en de agent rustig meewerkt, is er niks aan de hand. Ik word gebeld. Is deze auto van jou? Jazeker. En wil je hier ook mee gaan vluchten? Ja. Oké, helemaal goed. Nee, prima. Dat is even voor mijn duidelijkheid. In ieder geval, als wij jou een vrije doorgang geven, waar ga je de hostages laten? Dan komt het hoekje van de straat afzetten. Nou, in ieder geval die hostages ga je niet meenemen. Dat is heel simpel. Ik zet hem op het hoekje van de straat aan, meneer. Ja, dat ga je zelf doen. Wat zegt u? Dan ga je hem in je auto mee laten rijden. Nee, maar een heel klein stukje. Nee, gaan we niet doen. Het is of in de winkel achterlaten.
Oké, hij loopt met mij mee naar een deur van de auto. Als ik in ben gestapt, dan pas gaat hij weg. Oké, prima. Moet me niet helpen. Ja, rustig aan. We zijn in gesprek. Probeer in ieder geval rustig te blijven. Mooi in te plaatsen. Die man achter heeft het mes even naar beneden en doet die rare dingen, dan heeft hij met ons te maken. Dus zo simpel is het. Hey, ik ga even met mijn collega's in overleg dat ze niet tot last gaan zijn voor jou. Dus ik ben zo bij je terug. Oh, ze richt al wapens. Doe de wapens maar even weg. Ik heb hier in ieder geval één persoon, één verdachte. Ik zal even mijn stembanden iets zachter zetten, zo. Ik heb in ieder geval één gegijzelde persoon. En één verdachte. Hij zegt dat hij alleen is. En hij wil met die skere blokkendoos wilt hij vluchten. Dus die kunnen we makkelijk bijhouden. Hij wil een vrije doorgang. Maar als wij in principe op elke hoek van een kruising nu gaan staan, hebben wij hem gewoon gedekt. En dan kunnen we in principe gewoon de achtervolging inzetten. Oké. Dus ik zit even te kijken. Je achterblijft. Eentje, de gegijzelde wilt hij tot aan de deur van zijn auto mee hebben en dan is hij vrij man, zegt hij. Dus oké, prima, dat is goed. Hij wilde hem eerst meenemen, ik zei dat gaan we niet doen. Oké, als we even de map erbij pakken, dan wil ik graag één eenheid, zeg maar net achter de tankstation, voor dat zandweggetje de berg in. Dat we richting daar één in ieder geval voertuig hebben. Dan wil ik ook iemand op de Mirror Park Boulevard, richting de AWB. Dat die weg ook in ieder geval een eenheid staat. Met geen bezwaren, want ik zie dat mijn roepnummer nog gewoon hebben. Maar dan zal ik. Wil je dat ik heb de 05 erbij al? Ja, die wil ik er ook wel inderdaad even bij. Ja, 0501, even voor u. Winkel volgaande met gijzeling. Oude Ippertijn, zou je rijdend kunnen komen over? Ja, zeker weten. Ik weet alleen niet de locatie van die Ippertijn. Is weg richting de Dam over. Zeg maar Middelpark. Ja, aan het volgende weg. Ja, ga door, Bjorn. Top, oké, dan wachten we even totdat hij er is. Dan moeten we even een beetje rekken nu. In principe, ja. Zou het kunnen, anders even nog een andere hoek nemen. Ja, dat is misschien nu voor nu wel even handig inderdaad, Robben. Ik zit even te denken wie er bij de gegijzelde blijft. Ik denk dat Robben dat even het handigste kan doen. Hij heeft de traagste auto. Dankjewel. Jij bent echt van de kever. Nou ja. Dan nog om die 05 bij de A1 daar neer te zetten. En dat wij dan niet op de kruising. Ja, ik denk dat inderdaad dat we hem bij het casino neerzetten. Dat hij nog of de A1 op kan of dat hij richting de stad kan rijden. Dat overleg ik zo wel even met hem als hij te plaats. Dat overleg ik nu gelijk wel even met hem. De 4206 en 0501 over. Ja, zeg maar. Zou u bij de weg bij het casino willen staan, zodat u eventueel de A1 op kunt of richting de stad, mocht de verdachte die kant op komen over? Oké, top, die gaat daar staan. Nou, dan wil ik jullie rijden koppelen. Ja. Ja, oké. Dan wil ik jullie zeg maar richting de AWB hebben, dus richting de andere kant van de stad, of eventueel via de andere snelweg. Die achter dat restaurantje gaan staan. Kan ook dat ik richting de stad ga staan en dat jullie eventueel hier nog blijven om eventueel hem te kunnen blokken. Want dan kunnen wij alle kanten op. Ja, precies. Goeie. Oké, prima. Doen we dat. Ik heb alleen nog geen EHB. Nou, hij is niet gewond zover ik weet. Hey, wat gaat hij doen? Even. Oké, hij gaat ze terug. Snap je zelf ook wel. Ja, ik weet helemaal niet wat te doen. Maar hij is niet gewond volgens de gegevens. Bij de taxicentrale, de parking van het casino. Ja, is gehoord over. Dan gaan wij hierover tot actie. Het 0501 gaat voor u om een blauwkleurige Club GTR over. Hebben we al iets van signalement van verdachten of namen? Signalement wel, naam niet. Het gaat om een persoon met een zwarte helm en zwarte schoenen. Een lege kleurige groene broek en een steekwerend beige vest over. Ja, het gaat om één verdachte. Ja, positief over. Volgens mij wordt er volop met pistolen. 245 aanvangdienst over. 245 zijn, kijk, je kunnen gaan nemen bij de vuurwapenmelding. Schoten. Ja, positief. Zo, daar ben ik weer. Mijn collega die achter mij staat, die blijft voor de gegijzelde hier. Die gaat de persoon opvangen. Voor de rest ga ik mijn auto wegzetten. En dan heb jij in ieder geval vrije doorgang.
Hallo? Hallo? Ja, hoi. Hey, goeiedag. Hey, de collega achter mij, die staat ervoor om de hostels op te vangen. Wat is de locatie van de winkel van met gijzeling ook? Ik ga zo weg. Dan heb je in principe gewoon vrij de doorgang. Mijn collega gaat niks doen. Dat hebben we hem ook duidelijk gemaakt. Dus jij hebt in principe, ja, voor dan heb jij een vrije doorgang. Dus jij neemt in ieder geval de hostels, neem jij tot aan de deur mee. Dan laat je hem gaan. Dan vang ik mijn collega hem op. Die zou ook hier blijven en dan... ga ik aan de kant en dan heb je in ieder geval maar. Maar één ding, ik moet in mijn hoofd. 2405 rijdt gelijk door, laatste plan. Ja, oké, dat kan heel snel afgerond worden, dat komt goed. Yes, oké, nou dan ga ik aan de kant en dan in principe mag jij gaan wanneer je wilt. 05 te plaatsen. Ja, de verdachte gaat nu rijden over. Hij rijdt richting de A1 over. Yo. 01 zit erachterover, we komen richting 0501. En richting taxcentrale voor taxcentrale linksaf. Aan rechtsaf, onderkant taxicentrale. Nog een keer rechtsaf. Aan 05 uur neemt over. Ja, gaan we meteen klaar proberen te zetten, jongens. Zo gaan om een man in een zwart pak bij Oud-CPR. Zoute voet zijn, dus ik moet kunnen winnen. Beter gebeurt. Wat de vuurlijn over? Iemand vanuit de B-klasse een boeien? Ja, positief. Twee winnen of één sterren boeien. Ja, dan 05 heeft mogelijk persoon met vuurwapen in zicht. Of 2 in de B-klasse. Dat die extra kan komen. 244 mag afkoppelen, kan je aan gaan. Oud ziekenhuis, red nu naar boven. 05 en 1 komt ook, hè? Ja, is vrouw, maar ik blijf even op beneden wachten voor mijn eigen veiligheid. En Marta ook. Nou, we hebben uiteindelijk de verdachte aan kunnen houden na een korte achtervolging en een BTGV. Hij zal in de gevangenis worden gestopt voor het plegen van een winkeloverval, gewapend zonder vuurwapen en het gijzelen van een persoon. En daarvoor moet hij lekker de cel in en is dit ook het einde van de video. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende.